In de vroege ochtend van 27 juli landde de eerste officiële lijndienstvlucht van de Chinese luchtvaartmaatschappij Xiamen Airlines op Schiphol. Xiamen Airlines zet op de route Amsterdam-Xiamen een Boeing 787 Dreamliner in. Amsterdam is de eerste Europese bestemming in het routenetwerk van de maatschappij. De rest van de zomer vliegt Xiamen 3 keer per week van en naar China.